Welkom bij onze eerste mukbang video. We zijn bij Rodi geweest. We hadden weer eigenlijk moeten wegen. Ja, maar ik heb geen weegschaal. Gaan we dit opkrijgen? Nee. Dit is één grote verpas. Weet je wat gewoon jammer is? Het ding is echt nu al te doen. Het ding is gewoon, dit wordt koud. Maar bijvoorbeeld toen we sushi gingen eten, we hebben er echt bijna 4 uur gezeten. En toen konden we heel veel eten, omdat je dan gewoon heel langzaam bent. En dan kun je iedere keer weer iets bestellen, maar het ding hierbij is gewoon het wordt koud. En dan kun je erop eten, maar anders zou je echt gewoon een paar uur kunnen gaan zitten. En dan kun je het uiteindelijk wel eten. Maar ja. En we hebben een hele grote stukje melk. Je eerste XXL, toch? Ja. Oké, dit is een frikandel XXL, speciaal. Maar het zijn er gewoon bijna 2. Maar het is nog groter dan in de arm. Is het ons wel even lang als mijn hele arm? Gewoon even groter dan jou? Ja. Dit is speciaal. Ik ben wel in de speciaal mode. Ja, maar ik hou er zo van. Vind ik het zo lekker. Durf je niet. Wil jij een volg of zo voor de frikandel? Ja, dat moet gewoon anders. No. Oké. Beat me. Ja, ik wil beat me. Oh. Oh my god. Maak er ook wel een spektakel van, hè? Oh mijn god, tering, maar er zit echt heel veel. Oh, je kan ook gewoon niet op de. Ja, hij is wel echt heel dicht gevuld. En dan netjes zeggen, hey, we hebben maar 1 snack. Ik ga gewoon mijn friet daarin lopen, hoor. Oh. Ja, jeetje, ik heb zo'n bak. Ga ik ook vanuit. Eet je vaak patat? Nee. Ik ook niet. Dus ik vind het echt zo'n triest iets om alleen naar de snackbar te gaan. Nee. Nee, maar kijk, ik vind de frietjes van bijvoorbeeld McDonald's kun je niet vergelijken met een snackbar patat, zeg maar. En de laatste keer dat ik bij Rodi ben geweest is in de zomer geweest. Mm-hmm. En dus heb ik natuurlijk wel wat McDonald's of zo opgegeten, maar dat is niet te vergelijken. Maar vroeger in België, want dat was gewoon heel goede friet. Als ik zeg maar hier ergens anders friet zou moeten eten dan bij Rodi, dan hoef ik het eigenlijk gewoon niet. Dat wil ik liever niet. Huh? Maar dit is gewoon zoals we het overal eigenlijk hebben. Je doet net of dit heel veel speciale. Nou, ik ben er gewoon kieskeurig in. Ik vind deze wel lekker. Ik wilde niet zomaar ergens anders. Wauw, je bent Rodi dan. Mm-hmm. Maar jij bent team friet. Wat? Team friet. Tuurlijk. Komt toch uit Limburg? Kom uit België? Ja. Oké. Okay. Nee, maar in België was het erger, want soms was de frituur dan random dicht en dan ging het water erheen en kwam je het uit van ja, dat dicht. Oh nee. Maar dan hoefde ik ook echt niet ergens anders vandaan friet. Echt absoluut niet. Ik vond het nu echt zo super. Hoe kan je nou kieskeurig zijn over patat? Nou, gewoon. Dat was gewoon onze stamkroeg, maar dan stampatat. Snap je? Wauw. Ja, ik heb ook wel een keer op friet besteld dat het gewoon goor was. Dat ik dacht, maar wat kan je er nou precies nog aan verpesten? Ja, misschien dat de frituur gewoon heel goor is of zo. Ja, precies, dat ook. En de olie. En dat het te lang op de friet. En hoe lang je het doet, inderdaad. Ja, de zout kun je zelf eventueel nog toevoegen. Maar die mensen waar wij altijd friet haalden, die kennen wij ook gewoon uiteindelijk. Like,
de 16 jaar dat ik heb gewoond, heb ik wel altijd vrienden bij hun gehaald. Ze weten wie we zijn, snap je? Mm-hmm. Dus zij weten ook precies wat we willen. Nee, maar echt. Wauw. Je moet wel even een polletje doen of via jullie 10 friet of 10 patat zijn. Oké, mijn batterij knipt nu al. Ga het trouwens. Maar ik blijf er ruzie over, friet en patat. Het gaat echt nooit over. Nee, maar het verschilt echt zo erg waar mensen wonen of wat ze zeggen. Maar, daarom... maar bij friet denk ik echt aan die dikke. Maar daarom is het ook geen, like... goede, je kunt er niet echt een keuze maken van wie de beste is en wie er wint. Want like, het is inderdaad gewoon, mm-hmm. Het ligt er gewoon aan waar je woont en waar je vandaan komt en zo. Ja. In België kun je het geen patat noemen, want patat is in België gewoon aardappel. Als je daar patatjes gaat eten, dan ga je aardappel eten. Gewoon zo. Dus je kunt, daar is geen discussie over mogelijk in België. Dan krijg je heel iets anders. Ja. Net als een frikadel. Ja, precies. Maar heel veel mensen denken dat je dit zo als frikadel schrijft. Dat is echt een goede mens. Wow, dat is echt goed. Waarom kunnen ze dit niet vegan maken? Ik vind vegetarische frikadellen echt hoor. Echt? Ja. Ik had... Die zijn ook helemaal niet zo kruidig. Nou, dan heb je gewoon een verkeerde merk. Want je hebt... Ja, is toch zo? Dat wordt toch gekruid per merk? Dat is heel ja, anders. Ook vegetarisch gehakt is heel anders per merk. Mm. Maar ik had bij mijn moeder vegetarische frikandelbroodjes. Dat was best lekker. Wow. Maar het ding is gewoon, als je echt dezelfde kruiden gebruikt die je normaal gebruikt bij het maken van een normale frikandel. Ja. Dus dat gaat echt veel beter smaken al. Dus ik snap niet waarom bijvoorbeeld Mora of zo, echt iemand die daar gewoon een recept voor heeft, waarom zij dat dan niet vegetarisch maken? Ja. Dat lukt ze toch niet. Waarom niet? Ja. Nou, omdat de meeste vegetarische netvlees zo erg tegenvallen. Vooral het broodbeleg wat ze dan net nagemaakt, zoals filet americain en zo. Ja, maar ik vind filet americain sowieso vies. Dus. I don't care. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld wel kruidenpaté, die is vegetarisch, maar ik zou nooit paté van vlees eten, want het lijkt me gewoon echt niet lekker. Maar die is super lekker. Daarom kruidenpaté. Ik ruik gewoon nu al vol. Oh, wow, jij gaat echt hard. Oh nee. Maar ik eet vegetarische like vleesvervangers en zo eet ik niet. Omdat ik geen vlees wil eten op het moment. Of omdat het lijkt op vlees, maar meer zo van als een los iets, zeg maar. Als los iets? Ik zie het niet als een vegetarische hamburger, maar gewoon als. Nee, je moet het eigenlijk helemaal niet vergelijken met vlees. Nee, daarom. Maar daarom vind ik het zo stom dat ze alles na proberen te maken. Ja. Want dan valt het sowieso tegen. Ja, soms werkt het heel goed. Die veganistische bitterballen zijn super lekker. En je hebt de vegetarische burger van de vegetarische slager, die is ook heel lekker. Thank you.
wil even. Joh. Oh my god. Waarom, ik weet niet waarom ik nu een grote heb genomen. Gewoon omdat het kon of zo. Deze heb ik dan niet per se zin in gehad. Hier, 35 centimeter. Zo. Oh jongens, dat was slachtoffer. Maar op zich is het wel goed dat er iets wordt gedaan met slachtoffer. Ja, maar dit is ook nog zo wat niet gebruikt wordt, zoals organen, vlees. Ja, ja. Nou, wordt ook niet gebruikt in kalven of zo? En wat? Kattenvoeren, ontvoeren en zo. Oh ja. Zeker wel. Ja. Ja. Maar ik denk het grootste probleem van de vleesindustrie is gewoon ook de schouder van. Het is zo groot. Je kunt het niet. Vroeger, als je dan een dier doodmaakte, dan gebruik je de huid ervan, ja. Gebruik je de bot ervan, gebruik je alles ervan, gewoon tot het gone is, snap je? Mm-hmm. Maar in die fabrieken, het is het dan niet waard qua geld om dan altijd alle huiden te bewaren en mooi eraf te halen en dat soort dingen. Maar dat is gewoon zonde, maar dat komt gewoon omdat het te groot is. Maar heel veel ervan wordt ook weer weggegooid, dus dat zou niet nodig zijn. Maar ja, maar ik heb wel om een week heel weinig gegeten, dus... Maar het is niet alsof je dan meer trek krijgt, nee. Maar je hebt minder. Zou je maagpijn moeten worden? Ja, zo. Ja. Het zou wel leuk zijn als je dan een paar dagen weinig eet, dat je dan heel veel kan eten. Nee, je raakt altijd weer heel snel vol, dat is zo saai. Ja, maar dat is ook... Als je sushi gaat eten, op je olie kunt eten. Dat is heel lastig, want dan moet je echt goed overdag nadenken over wat je gaat eten. Want dan moet je niet helemaal gaan volvreten, maar je moet ook niet helemaal niks gaan eten. Want dan kun je s'avonds niet meer veel eten, want dan zit je wel zo'n vol inderdaad. Je moet op precies goede... Maar daar denk ik heel erg over na dan, als ik weet dat ik s'avonds sushi ga eten. Wat kan je dan het beste doen? Alleen ontbijten of zo, goed ontbijten. Nou... Nee, juist een paar keer wat kleins. Ja, misschien dan. Oh man, ik voel hem helemaal. Oh, er is zo slecht invloed op deze snackbar. Ik wil goed bezig van, ik ga deze week vegetarisch eten. Nou ja, ik zei dat ik het niet in huis ging eten. Ja. Dus in principe houd ik me aan de regels. Maar goed, ik had een boodschapje zoeken opgenomen. Toen barstte er een hele discussie om mijn video. Wat? Dat ik had gezegd over dat ik minder vlees wilde gaan eten over vleesbelasting en zo. Mm-hmm. Nou ja, dan vinden mensen gelijk dat je dan ook alles biologisch moet kopen. En ook bewuste kleding moet kopen. Weet je wel? Als je dan één ding goed wil gaan doen, vindt ze eigenlijk dat je dan alles goed moet doen. Mm. Ook voor het milieu, en voor de mensheid, en voor de dieren, dat is echt onmogelijk. Ja, maar ja, het ding is gewoon ook precies hetzelfde met wat ik zei over vegan eten of vegetarisch eten. En dat dan 100% moeten doen, anders is het niks, maar dat is natuurlijk onzin. Mm-hmm. Dat is hetzelfde daarbij, want ik zou bijvoorbeeld echt niet zomaar geld geven aan een goed doel, voor natuur of wat dan ook, want ja... Ja, ik weet dan toch niet waar mijn geld terecht komt enzovoort. Maar ik doe het wel op een andere manier, want ik kook wel heel veel biologisch. En ik eet daar vlees. Mm-hmm. Ik eet nu dan wel van een grote kabel. Maar leg je daar bijvoorbeeld ook op bij kleding?
Het is niet dat ik iets niet koop als het niet biologisch katoen is, maar ik let er wel op. Als ik keuze heb, ik vind het echt kies ik ook gewoon biologisch katoen. Ik vind dat het zo slecht is aangegeven. Wat dat... Hoezo? Nou, waar het vandaan komt en zo. Hoe het is gemaakt. Ja, als het slecht wordt aangegeven, dan willen ze het niet laten zien. Dus dan is het waarschijnlijk niet zo goed. Nee. Nou, ik weet ook wel als ik bij de Primark ga dat het niet goed is, maar... Nee, maar... Maar denk eens dan, als ik naar de H&M ga, dan is het ook niet veel beter. Maar... Ja, bij de H&M natuurlijk wel ook biologisch katoen. Mm-hmm. En die conscious lijn, weet je wel. Dan is het niet altijd per se beter voor degene die het heeft gemaakt, maar wel voor het milieu. En je ziet wel natuurlijk in welk land het is geproduceerd. En mm-hmm. Dingen die van H&M die zijn meestal in Taiwan, weet ik veel, zo'n soort land, weet je wel. En dan is het meestal niet echt goed, maar ja, dan heb je duurdere merken, die zijn bijvoorbeeld geproduceerd in Engeland of in Zweden, ook echt gefabriceerd. En dan weet je dat het wel al een stuk beter is. Want dat is dan waarschijnlijk geen massafabriek. En ook al kun je dan niet alle info over dat merk vinden, dan is het meestal toch gewoon wel beter. Omdat het ook gewoon kleinschaliger is, omdat het een klein merk is. Maar iets van als fast fashion, weet je wel, zoals H&M of C&A of zo. Dat is gewoon ook heel moeilijk te achterhalen inderdaad. En het zijn gewoon grote fabrieken en het moet gewoon grote schaal. Net zoals met de levensindustrie. Het moet zo groot en veel, dan kun je dat heel moeilijk goed doen. Ja, maar dat is het, je kan het nooit allemaal goed doen. Dat is ook het. Nee, maar je kunt wel. Ja. Ja. Je kunt niet perfect doen, maar je kunt wel beter doen. Ja. Oh! Ik ben hem gaan vermoorden. Is hij al? Je hebt zelfs mooie tandenborstel. Ja. Die twee design tandenborstels, die zijn bij mij. Maar hoe duur is zo'n tandenborstel? Oh, dat is wel niet duur. Volgens mij 4 euro of zo. Dat is gewoon een tandenborstelprijs. Het is van het merk Jordan en dat is ook wel gewoon een bekend tandenborstelmerk. Was toch van Haai die ding? Ja, die tandenborstels zijn van Haai, maar ze zijn in samenwerking gemaakt met Jordan. En Jordan is gewoon net zoals Oral-B een tandenborstelmerk. Maar het zijn hele fijne tandenborstels ook, want ze zijn niet te hard. Dus. En ja. Daar ben je nog goed. Ja. Nee, maar als het echt een kut tandenborstel was geweest, had ik hem natuurlijk niet nieuw gekocht. Maar ik heb ook niet in de douche staan en daar. Maar ze zijn heel fijn. Dus ja. En zo, natuurlijk mooi, dat is ook wel. Ik vond dat, je hebt echt alles altijd helemaal zo stylish. Zelfs je gaat een tandenborstel. Maar vind ik gewoon prettig. Vind je dat prettig? Hallo. Hoe ver ben je? Ik ben even ver. Ik denk me verder. Mm-hmm. Ga je bol opeten? Het vlees moet op, anders is zonde. Mm-hmm. Mijn moeder gaat de deur gesteld zijn. Is ze dit? Nee, niet teleurgesteld, maar dus het is echt, ze zou het zelf niet doen. Mm. Ja, mijn moeder zou me juist aanmoedigen. Maar biet hoor. Jij nog over de friet patat op weet? Was wel echt lekker friet gedaan. Ja? Ja. Als je wil een frikandel neem je melk altijd speciaal? Nee, want meestal heb ik als ik bij Rodi ga, maak ik meestal gewoon een kleine friet met speciaal. Maar dan zit het al bij. Oh. En doe ik gewoon een frikandel en doop ik het daar een beetje in en dan... Slim. Doe ik het wel daar. Geld besparen. Oh. En spullen besparen. Hm? En eten besparen, gewoon. Mm. Of waar zit je nu echt aan je zin te eten? Nog niet. Bijna.
We hebben wel wel heel veel pak opgetrokken. Het is wel goed, stay hydrated. Met suiker. Ja. Ik kan niet, ben ik klaar mee. Ik heb helemaal niet zoveel patat hoor. Ja, maar jij zei dat we grote moesten nemen. Jij zei klein is zo klein. Mama. Jammer. Toen wist ik nog niet van deze frikandellen. Oh ja, dat heb ik natuurlijk nog nooit gezien. Ik voel me echt goed, nu. Ja, dat ook. Maar dat moet meer in de helft. Ja. Dat kan ik ook wel verder. Kijk, dat kruilen op vierkantje. Zie je dat? Dat zie je natuurlijk weer niet. Ik zie het wel. Oh. Ik zie wel vierkantje. Maar... Oh. Hoe maak je lichaam? Zo, eerst een week ziek zijn. En daarna dit eten. Ik heb heel weinig gegeven deze week. Is het niet echt slim om dan dit te gaan doen? Klinkt goed? Ja, ik raak aan de andere kant op. Dat ken ik wel.